Yo kijkers van GamerMax, vandaag een nieuwe video. Vandaag zijn we weer in Mindtopia. Mindtopia. Mensen zeiden dat ze meer Mindtopia video's houden, dus dan doen we dat ook. Intussen is er wat veranderd en dat ga ik jullie laten zien. Zeg ook even in de reacties wat je wil, een roleplay serie of gewoon ja, een rondleiding iedere keer wat we gedaan hebben. Nou, hier hebben ze een foodwinkel gestart, zoals je kan zien, de 80ste in Gredel. Echt niet slim, want ik ga jullie zo meteen laten zien wat wij hebben gedaan. We hebben namelijk de prijzen zo laag gegooid dat wij de goedkoopste zijn van heel Zone 1. Nou, dit is er intussen bijgekomen. Het bouwbedrijf, of was hij er al voor? Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, het bouwbedrijf is er nu. We hebben al een aanvraag gedropt voor het huisje hiernaast. Daar ga ik ook zo uitleggen wat dat komt. Nou ja, hij heeft al lang een aanvraag gedaan, maar dat duurt lang. Nou, kijk, hier dat plot, dat hebben we al aangevraagd. Dus hier komt een soort van F5 gebouwtje met 3 verdiepingen. Onderkomen winkeltjes kan je huren, verdieping kan je ook huren. Nou, dan gaan we naar onze foodwinkel toe, natuurlijk, dat doen we nog steeds. Zoals je kan zien, echt heel goedkoop. 10 brood 110, 10 appels 110, 10 vis 150, 10 koekjes 90 bedoel ik. Water, boek 80, 10 chicken 120 en een fitheidspakket is €500. Je vindt ze echt nergens goedkoper, echt nergens. Echt nergens. Ja, kas is er ook en meneer ook hoor. En nergens is goedkoper. Dus kom het hier halen zoals ik. Zoals ik zei. Nee, dan moet je gewoon hier komen halen. Zoek maar een winkeltje die goedkoper is. Wij zijn echt goedkoopst van heel Zolder 1. Dus Er is gewoon geen goedkoper winkel. Ja, mijn stem is een beetje crack. Maar dat maakt niks uit. Nou, ik zal je even laten zien wat we nog hebben. Trouwens, dit is 1 fitheidspakket. Dan krijg je dit allemaal. Het werkt echt goed voor je fitheid, zoals je kan zien. Ik heb 52 momenteel. Kijk, het brood is nog redelijk op voorraad. Boekjes zijn er op voorraad. Bollen zijn er op voorraad. Vis is bijna uitverkocht. Wil je nog hebben, kom snel. Kip is ook bijna uitverkocht. Wil je hebben, kom snel. Appels nog redelijk voorraad. En koekjes nog redelijk voorraad. Dus als je wat wil hebben, moet je echt snel komen. Want het is zo uitverkocht. Dus goedkoopste food van Zone 1 winkel. Goedkoopste foodshop Zone 1. Hier in Den Kredel tegenover het gemeentehuis. Ik ga nog even voor de laatste keer even snel naar de andere kant lopen van Gredel. Dan kan jullie ook zien hoe jullie hierheen moeten lopen, want heel veel mensen snappen dat niet. Nou, kan je even snel. Ik heb trouwens ook dit pakje gekocht voor echt heel goedkoop, 7k. Haha, easy. Nou, we gaan eventjes naar het begin lopen en dan ga ik eventjes lopen. Kijk, je moet gewoon dit pad volgen. Normaal kom je natuurlijk van de andere kant. En dan moet je natuurlijk daarin lopen, maar ik ga even vanaf de winkel lopen. Dus gewoon dit pad volgen, gewoon rechtdoor naar het centrum, het gemeentehuis. Als het goed is, kom je gewoon nog bordjes naar het centrum toe of een pad. Dat zou komen, maar dat weet ik nog niet zeker. Dan moet je bij de burgemeester ja, zijn. Ja, er kwam een speciale weg. Ja, er kwam een speciale weg. Nou, hier moet je dat in. Dus als je hier komt bij die grijze huis, moet je echt rechts meteen. Nou, kom maar hier bij die grijze huisjes. Dus let echt goed op de weg. Zo zijn we bij die grijze huisjes. Zo, hier hebben we alles verkocht bijna. Dus echt heel Gredels opgekocht. En we hebben natuurlijk het centrum opgekocht, best slim. Hier zijn een aantal plots nog vrij, zoals ik weet. Niet allemaal. Even eten. Dus goedkoop food komt nu naar de Gredel Foodshop toe. En ik ben level 3. Level 3. Kijk maar. Ik kan naar Cosmopolitan. Ik kan nog even het einde van de aflevering laten zien. Of nee, dat doen we gewoon de volgende aflevering. Volgende aflevering gaan wij naar Cosmopolitan toe. Willen jullie hier een dagelijkse serie van, zeg het maar. Hier mensen, hier bij deze shop moet je niet kopen. Is echt duur, hier is het niet normaal. Maar kijk, we gaan eventjes. Hier is de portal vanuit Utrechtje, Spanje hier. En dan moet je gewoon die weg volgen. Nou, dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Volgende keer gaan we naar Cosmopolitan. En dan gaan we even kijken wat ze daar allemaal hebben. Dus doei!